Sensoren. Ze worden ook wel de ogen en oren van de techniek genoemd. Je vindt ze bijvoorbeeld in schepen zoals deze. Maar ook op de openbare weg. En vergeet niet, in tunnels en bruggen. Maar wat doen deze sensoren eigenlijk? En hoe werken ze? Dat ga ik vandaag uitzoeken. In deze serie onderzoeken wij hoe Rijkswaterstaat samen met partners mensen slimmer en veiliger van deur tot deur laten reizen. Zo gaan we samen slim op weg. Hoi Jan en Hendrik, ik ben Dennis. Hey, Dennis. Volgens mij hebben we een afspraak hier. Ja joh, dat klopt. Wat doen we hier precies? Nou, we staan hier aan boord van een patrouillevaartuig en ik ga je wat vertellen over welke sensoren we hier allemaal aan boord gebruiken. Oké, gaaf. En welke sensoren hebben jullie zoal? Nou, we hebben de belangrijkste, dat is eigenlijk in dit geval het echolood. Daarmee kunnen we de waterdiepte meten. Maar daar zit aan gekoppeld het blaasbepalingssysteem, van waar ben ik. En waarom zijn deze sensoren zo belangrijk? Nou, die waterdiepteinformatie die we daarmee inwinnen met die sensoren, die publiceren we naar de schippers toe. Dat gaat via internet en we zijn nu bezig om dat in verdergaande vorm te digitaliseren. Die sensorinformatie verwerken we in kaarten, in apps. En ook via internet om die bij de schippers te brengen. En die kunnen daar dan hun reis op gaan plannen. Want hoe meer waterdiepte, hoe meer lading je mee kunt nemen, dat is een economisch voordeel. Maar je hebt ook veiligheid die daar een belangrijke rol speelt. En zelfs duurzaamheid. Want een schip wat meer water onder de kiel heeft, vaart gewoon goedkoper. Ja, begrijpelijk. Maar ik stel voor dat we een stukje gaan varen, want dan laat mijn collega Matthias zien welke sensoren eigenlijk allemaal aan boord zijn en hoe we die gebruiken. Ja, lijkt me gaaf. Let's go. Goedendag, mijn naam is Matthias Sprong. Ik ben mobiel verkeersleider bij Rijkswaterstaat. Hier aan boord van de RWS 43 laat ik jullie even onze systemen zien, onze sensoren, waar Jan Hendrik het net over heeft gehad. Als we hier beginnen aan onze linkerkant, hier zien we onze GPS, onze plaatsbepaling, de X- en Y-coördinaten. Vervolgens hebben wij de Hummingbird, hiermee kunnen wij objecten onder water opsporen. Vervolgens hebben we de dieptemeter. Hier kunnen we de actuele diepgang onder het schip. Net geen 4 meter. En daarnaast een van onze belangrijkste systemen, onze Quincy. Elk blokje wat er te zien is, is 7 bij 7 meter. Hiermee peilen wij de diepte van de rivier. Hey Desiree. Dat is degene die voor ons al die data verrijkt en voorziet van mooie plaatjes. Hey Desiree, ik ben Dennis. Wat voor werk doe je precies? Dag Dennis, ik werk bij een bedrijf wat zich bezighoudt met sensoren aan boord van binnenvaartschepen. We hebben een kastje ontwikkeld waar we alle sensoren van schepen op verzamelen en via het internet als een waterdieptekaart terug naar boord brengen. Dat doen we inmiddels met 250 schepen. Handig! Dus iedere schipper kan nu precies zien waar hij wel en niet kan varen. Hoe ontwikkelt die technologie zich precies? Wij doen dit al voor de Waal en de Rijn in Duitsland. En binnenkort hopen we ook de Maas, de Lek en de IJssel aan te sluiten. Hoe meer metende schepen, hoe beter onze waterdieptekaart wordt. Dus wat mij betreft mogen we zoveel mogelijk schepen aansluiten. Ik had geen idee dat ze al zoveel kunnen met sensoren. Nu ik meer weet over sensoren in de scheepvaart, ben ik ook benieuwd hoe deze ingezet worden op het land. Hey David, ik ben Dennis. Hey Dennis. Waar zijn we vandaag? Vandaag zijn we bij de Heijnertunnel, een van de vele tunnels in de omgeving van Rotterdam. En vanuit Rijkswaterstaat werk ik aan het veilig en beschikbaar houden van de tunnels. Hoi, en volgens mij kun jij mij meer vertellen over slimme sensoren in tunnels. Ja, in de tunnels hebben we vele slimme sensoren. Denk bijvoorbeeld aan rookdetectie. Oké, en welke slimme sensoren in tunnels dragen bij aan smart mobility? Bij smart mobility kan je denken aan de lussen in het wegdek. Dat zijn die zwarte strepen in het asfalt. Bij een stilstaand auto of een langzaamrijdend auto geven die triggers aan de matrixborden boven de snelweg of aan de verkeerscentrale. En bij de matrixborden kan je zeg maar, een snelheidsverlaging krijgen gedaan. En vanuit de verkeerscentrale kunnen ze bijvoorbeeld de weg afsluiten met de rood kruis. Al die sensoren verzamelen natuurlijk een hoop data. Waar komen die eigenlijk terecht en wat kun je ermee? Ik ga even langs bij een oude bekende. Hey Marloes, leuk je weer te zien. Hey Dennis, inderdaad. De NDW is een loket voor mobiliteitsdata. Is het zo dat er ook data van sensoren bij jullie binnenkomt?
Ja, dat klopt. De meeste nieuwe auto's zoals deze RWS-auto hebben systemen aan boord die zorgen dat deze data geleverd wordt. Daarnaast kunnen in bestaande auto's kastjes ingebouwd worden die deze data afvangen en beschikbaar maken. Oké, gaaf. Ik heb gezien dat er in de scheepvaart data wordt verzameld over de situatie op het water. Is dat ook zo op de weg? Zeker, en we halen daar veel informatie uit. Door het combineren van sensordata kunnen we verkeersmeldingen maken. Zoals bijvoorbeeld het gebruik van ruitenwisser en het aangaan van ABS kan leiden tot een melding over gladheid op de weg. Oké, en hoe verbetert dit dan de situatie op de weg? Weggebruikers krijgen deze melding vervolgens binnen op hun navigatiesysteem of app en worden zo tijdens het rijden geïnformeerd over de situatie op de weg. Maar dan weten jullie dus altijd waar ik rijd. Hoe zit het dan eigenlijk met mijn privacy? De data wordt slechts in specifieke gevallen verstuurd. En daarnaast wordt alles geanonimiseerd verwerkt, waardoor het niet te herleiden is tot een persoon. Interessant. Dankjewel, Marloes. Alsjeblieft, Dennis. De mogelijkheden lijken eindeloos. Maar waar zouden we staan over 50 jaar? Weet jij het?